Quinn, hoe ziet een christen er volgens jou uit? Nou ja, zoals ieder ander mens, maar dan met een ander geloof. Uit onderzoek blijkt dat nog maar 14% van de Nederlandse bevolking ergens in gelooft. Nou, de meeste daarvan zijn christen, sommigen zijn moslim. Maar één ding is duidelijk, we zijn een uitstervend soort. Tijd om uit te zoeken of we nog een beetje herkend worden. Dit is Wie is de Christen? Ja, ja mensen, de christenen waren op! Maar daarom hebben we gewoon de christen van vorige week nog een keer ingezet. Jij als trouwe kijker weet dus al wie de christen van deze drie is. Maar onze kandidaten weten dat nog niet. Ja. Ik ben Joram, hallo. Hoi, Lex. Tijmen. Quinn. Hebben jullie zin om mee te doen aan een bloedstollend spannend spelletje? Ja, goed. Ja, natuurlijk. Ja? Altijd. Kom met me mee. Jullie zien hier een rood doek. Het is niet zomaar een rood doek. Het is namelijk een groot rood doek. En achter dat doek staan drie mensen. Aan jullie om zo meteen te herkennen wie de christen is. Quinn, hoe ziet een christen er volgens jou uit? Nou ja, zoals ieder ander mens, maar dan met een ander geloof. Lex, heb je een tactiek? Nou, echt een flauw idee. Nee, ik ben er geen expert in eigenlijk. Zijn jullie er klaar voor? Ja. Ja. Dan mag het doek nu naar beneden. Wat zien jullie, jongens? Drie mensen. Drie mensen? Scherp, jij zit er lekker in. Als je zeg maar moet kiezen, dan zou ik denk hem al gelijk wel afvallen door zijn... wat is het? Piercing, ja. Dan zou het tussen deze twee gaan. Oké, Lex, is dat voor jou ook... Nou, ik ben het eigenlijk wel mee eens. Ik geloof dat piercing, ja, ik weet niet, ik geloof dat het niet echt gebruikelijk is. Oké. Omdat hij een piercing heeft, is hij voor jullie geen christen. Dan hebben we nog hier twee mensen. Wat gaan we hier verder doen? Mijn gevoel zegt dat het meisje christelijk is. Ja, dat denk ik eigenlijk. Waarom? Lange broek? Dat zou iets kunnen zijn. Ik weet niet. Oud geloof misschien zegt dat. Je mag niet te veel huid laten zien. Dat is in ieder geval bij een geloof. Ik weet niet of dat het christendom is. Maar... Dus vanwege gewoon wat langere kleding zouden jullie denken dat zij christen is? Is dat jullie definitieve antwoord? Ja, bij mij betreft wel. Ja? Ja. Ja. Dan mag de christen zich nu bekendmaken. Jammer. Waarom viel hij voor jullie af? Nou, omdat hij vooral korte kleding droeg. Gewoon, ik koos voor haar, tussen hun twee voor haar, omdat zij had die lange kleren aan. Dat was misschien een hint, maar... De kleine kenmerken. En waar komen die kenmerken dan vandaan? Hè? Dat christenen altijd lange broeken aan hebben en lange shirts en mutsen en boerka's en... Gewoon een soort van stereotype of zo. Dat het, zeg maar... Omdat maar je zo dan wordt gevraagd om, zoek die eruit, dan ga je toch wel kijken naar die stereotypes meestal. Ja. De prijzen vliegen aan jullie neus voorbij, maar dank jullie wel, jongens. Ja, zonde. Jammer. En lange broeken aan allemaal zien. Ja. Zijn jullie christen of wat? Nee.